vroeger wist ik niet zo goed wat ik wilde worden, eigenlijk. Ik had niet een heel vast idee van ik wil dokter worden of wat dan ook. Ik ben eerst naar lucht- en ruimtevaart geweest, dat doen waarschijnlijk heel veel mensen. En dat was leuk. Maar toen kwam ik bij mijnbouwkunde en eigenlijk had ik iets van mijnbouwkunde, wat moet ik daarmee? Wat is dat precies? Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik daar binnenliep en dus de introductie gevolgd heb, vond ik het heel interessant. Mijn functie is Exploration and Development Manager bij GDF Suez in Nederland. De werkzaamheden van die functie is om samen met de hele afdeling, waar ik dus de manager van ben, zoveel mogelijk olie en gas hier in de ondergrond te vinden in het Nederlandse gebied op de Noordzee. Mijn werkdag speelt zich voornamelijk af hier op kantoor van GDF Suez in Zoetermeer. En het bestaat voornamelijk uit het overleg met andere mensen, zowel binnen mijn afdeling als ook met mensen van andere afdelingen. Vorige week om deze tijd zat ik in Parijs op het hoofdkantoor van GDF Suez om te overleggen wat wij over de dingen die we volgend jaar willen gaan doen, waar we geld aan uit willen geven en welke projecten goedgekeurd gaan worden. Het leukste aan mijn werk is dat we alle ideeën die je hebt, fantasie die je hebt om iets uit de grond te kunnen krijgen, dat je dat kan toepassen. Maar je moet vooral niet bang zijn om je eigen ideeën naar voren te brengen. Het is ook een hele relevante sector die aan de basis staat van eigenlijk alles wat we op dit ogenblik in onze maatschappij kunnen doen. Olie is ook nog extra belangrijk omdat er veel producten van gemaakt worden. Er worden medicijnen van gemaakt, auto-onderdelen, noem alles maar op. Je moet kiezen voor een baan in deze branche als je houdt van uitdaging, van vrijheid, van het ontwikkelen van je eigen ideeën tot een project. Daar krijg je in deze industrie alle ruimte voor.